Tienduizenden jonge mannen uit alle delen van het Romeinse Rijk namen ieder jaar dienst in het leger. Die diensttijd duurde 25 jaar. In die tijd kon er veel gebeuren. Je kon sneuvelen in de oorlog, of een ongeluk krijgen, of je kon ziek worden. Maar er stond veel tegenover. Je kreeg in het leger goed te eten, je had goede kleren en schoenen, en je had altijd wat geld op zak. Maar er was weinig privacy. Je was nooit alleen. Je sliep met z'n achten op één kamertje. Iedereen schreef dan ook zijn naam op zijn spullen om ze niet kwijt te raken. Een van de militairen in het fort bij Valkenburg heette Marinus. Hij had een duur servies van rood aardewerk bij elkaar gespaard en op ieder bord en op iedere kom kraste hij zijn naam: Marini, van Marinus. De scherven zijn bij elkaar opgegraven. Nou zijn er veel Romeinse scherven waar de naam van de eigenaar op staat, maar van Marinus hebben we zijn complete servies.